Ik ga voor jullie de nieuwe Team Verwaarloosde Paarden voorstellen. Aandoenlijk. Oh. Andere mammoetjes komen er ook alweer aan. Leuk te kijken naar een nieuwe video. Het kleintje rent weg. Ik ga voor jullie de nieuwe Team Verwaarloosde Paarden voorstellen. En zoals je ziet is ze een beetje onrustig, dus ik laat haar even lekker los. En ik ga beginnen bij de Shetlands allemaal. En er zijn een paar, ja, er is een peunentje geboren, daar ga ik alles straks over vertellen. Maar we gaan eerst naar de Shetlands aan die kant. En als laatst doen we deze twee, zodat mami wat meer rust heeft, want ze vindt het nooit zo leuk. Dat het veulentje elke keer weer gelopen, want die is net 2 dagen oud. En het is de meest gevraagde video, dus ik wil jullie ze allemaal voorstellen hoe ze tot nu toe zijn en hoe oud ze zijn. En ja, veel kijkplezier. Nou, dit is Chantal, een 16-jarige merrie. Chantal kwam hier samen al met de veulentjes. Ze is echt super lief en vriendelijk en heel aanhankelijk. Chantal heeft ETH, dus dan moet ze nog aan geholpen worden als Lotte is afgespeend. Dat is het veulentje. En Chantal is ongeveer 1 meter hoog. We weten eigenlijk bijna heel weinig van het verleden van deze paarden. Maar ik denk dat dit echt een super lieve en goede kinderpony later gaat worden. En Chantal is super makkelijk in de omgang. En echt een hele lieve moeder. En ze is tot nu toe altijd heel braaf geweest. Ook bij de Smit. En ja, we gaan gewoon rustig kijken hoe ze het verder gaan doen. En hoe ze zichzelf verder gaan ontwikkelen. Nou, dan ben ik hier bij de kleine spruit Lotte. En Lotte is volgens de dierenarts 7 maanden oud. We wisten niet echt precies hoe oud ze nou was. Maar het is echt een kleine doerak zoals jullie zien. Oh, oh. En ze is super aanhankelijk en super lief. Maar ze is wel nog een beetje bijterig. Maar dat is natuurlijk logisch. En het is een merrie. En ze is zo aandoenlijk. Oh. En het is echt een kleine grappenmaker. En ondanks dat ze heel jong is, is ze zo verschrikkelijk aanhankelijk. Kijk dan, zo aanhankelijk. En ze wil zo graag al die lekkere kriebels. Ze kruipt het liefste, zoals je ziet, bij je op schoot. Af en toe is ze nog een klein beetje naughty. Dan wil ze van die kleine bokjes geven. Maar ondanks dat is ze echt gewoon echt een toetje. En ik denk ook dat ze echt een super geschikte kinderpony zou gaan worden. Omdat ze gewoon heel aanhankelijk is. En ze is gewoon echt heel lief. En het is echt een kleine clown. En in het begin was ze nog best wel bang. Maar na 3-4 dagjes was ze echt helemaal gewend hier. Alles zat in mijn oog. En ze houdt enorm van veulenkribbeltjes. En het is echt een heel klein toetje. Dus ik denk dat iemand hier straks heel blij mee kan zijn. En we gaan straks als zij... een beetje van mama is afgespeend. Krijgt ze ook een paspoortje. Want die heeft ze nog niet. En we denken echt dat het echt een, zoals je ziet, echt een echte knuffelpony wordt. Dus ze is hartstikke lief en aanhankelijk. En voetjes op tillen gaat al super goed. En aan het halsetje lopen moeten we nog een beetje leren. Want ze heeft altijd achter mama aangelopen. Ze krijgt nu het halsetje al om. Vindt ze af en toe niet leuk. Ze is een beetje boos. Maar ondanks dat gaat echt alles heel goed met haar. En ze heeft een goede draai hier gevonden. En ze is tot nu toe een meester in ontsnappen. En wegrennen als we haar willen pakken en zoomies te draaien. Dus Lotte komt binnenkort ter adoptie als ze afgespeend is van mami. En dan maakt ze vast iemand heel erg blij. Dit is Yara. En Yara heeft Cushing zoals jullie zien in haar vacht. Yara is 20 jaar oud en tot nu toe is ze echt heel lief en braaf. Alleen ze is nog best wel... in zichzelf gekeerd en nog een beetje bang. Daarom staan ze in de paddock. Zodat we ze niet in het hele weiland achteraan moeten vangen. Want de eerste dagen hadden we ze in het weiland gegooid en toen rennen ze alleen maar weg. Ze moet even leren dat mensen ook wel leuk zijn. Ze heeft altijd wel echt een hele droevige blik. Dus we zijn echt heel benieuwd wat met deze Shetlanders is gebeurd. Vooral omdat ze heel erg in zichzelf zijn getrokken. Yara is echt heel lief en... we hopen dat iemand ondanks haar Cushing haar straks ook een mooi huisje wil geven. Waar ze lekker kan wennen. En ze is echt super braaf. En ook heel lief met kindjes. En met voetjes uitkrabben. Dus ja, dit is Yara. Dit is Millie. Millie is 22 jaar oud. En Millie is ook nog best wel heel erg bang. Daarom staan ze met z'n drietjes zodat ze wat steun aan elkaar hebben.
Millie heeft aan de rechterkant maanblindheid. Dus dat betekent dat ze aan die kant helemaal niks meer ziet. En dan moet je wel rekening mee houden als de zon heel erg schijnt dat ze een UV-werend vliegenmasker op heeft. Zodat haar niet haar ogen pijn doet of wat dan ook. Ze is echt heel lief en ze wordt steeds meer wat aanhankelijker en ze komt steeds wat meer naar je toe. Want ja, ze is ook gewoon heel echt zachtaardig. Maar nog niet heel aanhankelijk, maar dat komt later wel. En ondanks dat is ze echt super braaf. En ik denk dat ze straks ook wel een heel leuk kindje blij maakt die lekker mee kan wandelen en poetsen. En ja, zij is ook echt heel erg lief. Dit is Nikki. Ze is 23. Zij is ook ongeveer een meter hoog. En Nikki is ook nog een beetje bang. Vandaar dat ze ook, net als de andere twee, hier in het paddock staan. Zodat we haar makkelijk kunnen vangen. En wat meer in de hand hebben. Zodat ze weet dat mensen eigenlijk helemaal niks doen. En dat wij alleen maar het beste voor hebben. Nikki is ook heel lief en rustig. Ze is alleen nog een beetje gehecht aan de andere twee. Wat het soms een beetje moeilijk maakt. Maar we verwachten in mate we haar meer in de hand hebben. Dat het steeds beter gaat. En ze kan enorm genieten van een lekkere poetsbeurt. En we denken ook dat ze later heel blij gaat worden met een klein meisje of jongetje die haar lekker kan poetsen en mee wandelen. Nou, ik sta hier bij Fem en laat haar even dichtbij haar vulletje zitten. Het vulletje is Tammy. Ze is eergisteren geboren en we waren al naar Artie om te kijken of zij drachtig was. Want ze had echt een hele dikke buik. Maar toen wij haar 's ochtends op de wagen zetten, zagen we al dat ze wat aan het kegelen was. Dus kleine stukjes biest, kleine stukjes hars. Op haar tepeltjes en dat betekent dus dat ze wel drachtig zijn. Dus we hebben haar een geboortezender ingenaaid. Dat komt dan in haar vagina te zitten en wanneer de ontsluiting komt door de weeën gaat er een magneetje uit en dan worden wij gebeld. De bevalling was best wel zwaar, zei Anne Floor. Ik had mijn telefoon op stilstaan, dus ik was er helaas niet bij, maar Anne Floor wel. Dus lang leven twee nummers in het geboortekastje. En de moederkoek was enorm dik waardoor ze zelf het vullen niet eruit kreeg. Het gebeurt dus vaker bij verwaarloosde merries omdat ze niet de juiste voedingsstoffen hebben binnengekregen. Fem is 16 jaar en ik denk dat ze vaker moeder is geweest, want ze wist precies wat ze moest doen. Ze is ongeveer 1 meter, 1,5 en ze is super braaf. Ze is wel een beetje beschermend naar het kindje toe, maar ondanks dat is ze echt wel heel vriendelijk tegen ons. En ze houdt haar kindje gewoon ook echt heel nauw in de gaten. En Tammy die is echt super aanhankelijk al, voor 2-3 dagen. Ze is wel altijd lekker veel aan het slapen, maar ja, dat nemen we natuurlijk haar niet kwalijk, want het is natuurlijk een baby. Dus ze ligt lekker knock-out, dus we laten haar ook lekker slapen en jullie zien haar vast wel meer in de volgende video's. Nou, dit is Gerda. We hebben de naam allemaal zelf bedacht van de paarden. En Gerda is echt, ja, ze wil het liefst naar iedereen toe. Ze is echt heel lief en aanhankelijk. Het is echt een knuffelkont. Ze is nu bijna 4 en we gaan gewoon rustig bezig met beleren. De andere mammoetjes komen er ook alweer aan. Voor de paarden zeg maar, die niet zoveel in de hand zijn geweest, zijn ze echt de liefheids. Ze zijn best wel goed opgevoed en ze zijn echt super knuffelig. Gerda is ongeveer 1,60 hoog. En ook wel heel fijn is dat ze allemaal vrij zijn van CPL. Het zijn echt hele grote knuffelkontjes en we denken echt zeker dat iemand heel blij wordt met deze paarden. Want ze zijn zo verschrikkelijk lief en er zit echt geen kwaad in. Het zijn echt grote knuffelmammoetjes, zoals je ziet. Dus ja, we zijn heel blij met de komst van ze, omdat ze onze kudde wel een beetje compleet maken. En we gaan rustig aan de slag met haar. Nou, dit is Berend, de enige van hun drie wat een ruin is. Berend is ook 3,5, dus bijna 4. Berend is ook ongeveer 1,60 hoog. En in het begin was hij een beetje bang en was hij een beetje terughoudend. Maar eigenlijk is hij nu ook gewoon echt super lief. En hij vindt steeds minder dingen spannend. Hij was vanmiddag eigenlijk ook al ontsnapt. Maar ondanks dat loopt hij ook heel netjes mee. En is hij gewoon heel knuffelig en gewoon echt heel zachtaardig. We gaan ook gewoon rustig beginnen met beleren van Berend. En ja, we denken ook dat iemand heel blij zou zijn met hem. En dan komt de volgende slachtoffer al aan. Dit is Trucy. En Trucy is, ik denk dat er ja, niet zulke leuke dingen met haar gebeurd zijn. Want in het begin, toen we, ja, zul je dat zien, dat kun je wel zien. In het begin, als we haar wilden aanraken op haar hoofd of wat dan ook.
dan knipperen ze echt heel snel. Net als ze gewoon heel hard is geslagen. Nou, jongens. Nou, we zijn aan het leren dat alles op haar hoofd gewoon niet eng is. En ondanks dat is ze ook... ondanks dat is ze ook echt heel zachtaardig. Dus we zijn haar eigenlijk aan het leren dat ze... dat er echt niks aan de hand is als we haar willen knuffelen. En ze gaat dan gewoon heel snel knipperen. Dus ik denk dat er dan iets is gebeurd met haar, waardoor ze het associeert met, oh, er wordt op mijn hoofd geslagen. Dan knippert ze gewoon heel vaak. Het is heel apart. En zij is echt ook echt een hele grote knuffel, zoals je ziet. Ze is iets groter dan de rest. Ik denk dat ze 1,70 is. Zij is ook, jongens, het gaat om Trussie, niet om jullie. Zij is ook 3,5 jaar oud en ook echt heel braaf. Oh, jongens, we staan schuin op de berg. En we gaan ook rustig bezig met het beleren van haar. En we verwachten er eigenlijk geen problemen mee. Want deze paarden zijn... Oeh, lekker. Deze paarden zijn zo verschrikkelijk lief en zachtaardig. Dat kun je echt niet voorstellen. Vooral omdat ze zo groot zijn en ze genieten zo erg van de menselijke aandacht. Dus dat is echt super fijn. Nou, dit is Luc, een tinker ruin nu. Hij is net terug van de kliniek, van 10 jaar oud. En Luc moet alles nog een beetje leren, maar is op zich heel braaf. En hij gilt alleen een beetje omdat hij hengst is geweest. Hij is net 2 dagen ruin. En net van de kliniek opgehaald. En we gaan Luc ook straks heen rijden en kijken hoe die is. En ik denk dat we ook echt een superleuke kinderpony hiervan kunnen maken. En Luc is best wel klein. Ik denk dat hij 1,35 is, 1,36. Echt straks een leuke kleine kinderpony. Dit waren de paarden die wij allemaal nieuw hebben gekregen. Ik hoop dat jullie het een beetje een leuke video vonden, ondanks dat hij een beetje simpel was. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en doe nog een blauw duimpje omhoog. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Doeg!